trekkers wil kijken, dan is er geen betere plaats om dat te doen dan Agrotechniek Holland. Er staan er hier verschrikkelijk veel. En er zitten natuurlijk ook heel veel nieuwe modellen tussen. Die gaan we even bekijken. We staan hier bij de Coyote PX1153 Power Shuttle. En de naam zegt het al, het is een trekker met een Power Shuttle, een elektrisch-hydraulische omkeer. En hij heeft een vermogen van 110 pk. Dat haalt hij uit een 4-cilinder Doosan motor, 3,5 liter. En het is vooral een wat goedkope trekker. Nieuw-Holland vernieuwde de T5-serie. Dit is de T520, het topmodel uit die serie van drie modellen. De trekker heeft 117 pk. En dat die serie vernieuwd moest worden, was niet voor niets. Er zijn natuurlijk strengere emissienormen. De trekker is voorzien van een nieuwe vooras. Kan voorzien worden van een nieuwe vooras, een geveerde vooras. Verder heeft hij een breder ladenframe en is de transmissie wat vernieuwd. Zo kun je bijvoorbeeld de overgangen van het voor- en achteruitschakelen instellen, zodat hij soms wat harder en soms wat zachter aangrijpt. Het staat heel groot nieuw op deze Fendt 500 Vario. Het is de 516, het topmodel van de nieuwe serie, wat uit vier modellen bestaat. Die 516 is 165 pk. En dan vraag je je af, wat is er dan zo nieuw? Nou, eigenlijk betrekkelijk weinig. Er zit een splinternieuwe motor in. Er zit ook een nieuwe monitor in, waarop je bijvoorbeeld camerabeelden kunt laten zien van voor en achter de trekker. En je kunt er nu ook gemakkelijker mee zelf rijden. Maar ja, dat is het dan ook wel. Oh ja, bijna vergeten. Hij heeft nog een mooiere kleur. Hij is iets glimmender groen dan voorheen. Nou, dat is misschien wel de grootste noviteit. Officieel mag ik niet aan deze trekker zitten. Dit is een studiemodel, de Zetor van Pininfarina. En de vorm die je hier ziet, is ook de bedoeling dat straks op al die toekomstige Zetors komt. Dus ergens rond volgend jaar, 2017, 2018, moeten de nieuwe trekkers van Zetor er zo uitzien. En ook Deutz Fahr vernieuwde hun trekkerserie, de 6000 serie, of de 6 serie, maar net hoe je het zeggen wil. Dit is de 6185, trekker van 183 pk met een traploze transmissie. Het is er eentje uit 6 modellen en dat begint ergens rond de 160 pk en loopt dan door tot de 220, 212 pk. De trekker heeft een geveerde vooras, hij heeft 7 dubbelwerkende ventielen en het is een beest van een trekker. Heb je toevallig 28.000 euro over, waar je normaal geen nieuwe trekker voor kunt kopen, dan zou je deze Solus kunnen kopen. Splinternieuw. Trekkertje uit India, heeft een 90 pk krachtbron en voor de rest is alles eigenlijk wel mechanisch. Hoewel, in de cabine heb je een airco, dus dat is ook wel weer gunstig.